Voor ons ligt een verrassingspakket. Het zal niet een hele grote verrassing zijn, want gezien wat er op de doos geplakt is, denk ik dat ik al weet wat erin zit. En jij? Ik ook. Er zit iets in wat geluid maakt. En we gaan de doos openmaken. Ja. Dan weten we wat erin zit. Ja. Ik heb de doos opengemaakt bij het plakband. Maar we weten nog niet wat erin zit, dus maak maar open. Ik heb de plakband losgesneden, dat moet ik zeggen. Oh. Ja. Dat ziet er echt super schattig uit. Een moeder eend en haar baby eendje. En dit is precies de goede tijd, want het duurt niet lang meer of we zien overal weer baby eendjes. Kunnen we kijken aan de achterkant? Zeker, draai maar om. Ze zijn ook in andere kleuren. Ook in het roze. En een paarse. Mama eend geeft haar baby eend eten. Zet me op je hand en ik zing vrolijke liedjes. Nou, we gaan het gewoon even helemaal openmaken. Dit is mama eend. Ze heeft een roze snavel, roze poten en ook roze in haar vleugels en turquoise en wit. Ze staat heel stevig. Mama? Ja? Ze heeft belletjes in haar vleugels. Belletjes in haar vleugels? Oh ja. Mooie versierde vleugels. En de roze lijkt op schelpen. De roze lijkt op schelpen. En als ik haar aanzet, kijk hier, dit knopje gaat naar links. Dan maakt ze geluid. En het snaveltje ging open. Volgens mij roept ze iemand. Kan dat? De baby eend. De baby eend. Ja, is goed. Dit is baby eendje. En als het goed is, zie je ook haar snaveltje bewegen. Volgens mij heeft ze honger. Denk je niet? Ik denk het wel. We gaan het eens proberen. Eens even kijken of ze wil eten. Njom, 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 njom. Hoor je dat? Ja. Het baby eendje vindt het leuk om geknuffeld te worden en zit graag op deze manier op je hand. En als je mama eend wil knuffelen, dat kan ook. Mama eend reageert op zo aaien over haar ruggetje. En dan zingt ze een liedje. Als er een half uur niet met hun gespeeld wordt, dan gaan ze slapen. Ja, maar je kan ze wel weer wakker maken door op dit knopje te drukken. Volgens mij wil mama eend iets tegen onze kijker zeggen.